leerkrachten door middel van trainingen een boost te geven voor de start van het nieuwe schooljaar. Dat is het doel van de 9e Moravian Teachers Day, MTD, die georganiseerd is door de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS. Het thema dit jaar is competenties op scherp. Volgens de Stichting der EBGS moeten deze trainingen leiden tot betere leerlingresultaten. De opgedane kennis tijdens de verschillende workshops is meteen een input voor de start van het schooljaar. Afgesproken is dat de schoolleiders hetgeen ze geleerd hebben delen met hun collega's. Mildred Demon, directeur van de Stichting Onderwijs der EBGS, geeft aan dat er verschillende thema's behandeld zullen worden. Belangrijk is dat we voor dit jaar gekozen hebben om op basis van competenties de workshops aan te bieden. Dus elke workshop scherpt een competentie, onderwijscompetentie van de leerkracht aan. En dan moet u denken aan didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden, communicatieve vaardigheden en aan die competenties, hermeneutische vaardigheden. En aan de hand daarvan zijn de workshops samengesteld. En voor dit, voor vandaag, oh ja, en ik moet ook erbij zeggen dat morgen zijn er een paar workshops die vandaag ook aangeboden worden. Maar het gros is nieuw. Dus mensen moeten beide dagen komen. En we hebben van de eerste hebben we van meneer Hans Breeveld, overwin elke crisis door vernieuwend denken. Karel Breeveld, doe parlementariër, vindt de MTD een belangrijke start voor het nieuwe schooljaar. Volgens hem gaat het namelijk om duizenden leerkrachten die straks met nieuwe moed weer les moeten geven. Volgens de parlementariër kunnen leerkrachten via deze Moravian Teachers Day inspiratie opdoen door met elkaar te praten en ervaringen te delen. Leerkrachten worden namelijk met allerlei uitdagingen geconfronteerd. Zij moeten dus gestimuleerd worden om toch enthousiast voor de klas te staan, zegt Breeveld. Onze kinderen verdienen dat, hè, dat er leerkrachten staan die inderdaad enthousiast zijn, die oor hebben en oog hebben voor hen, die openstaan om voor hen iets te betekenen. En het is wat dat betreft steeds het is een zware taak die ze op zich hebben, maar daarom juist is zo'n start van belang, zodat mensen een goede start kunnen maken voor wat het nieuwe schooljaar betreft. Het lijkt mij dat het veel beter kan en moet. Het lijkt mij dat hier een enorm belangrijke taak is weggelegd voor het ministerie van Onderwijs, want uiteindelijk is het de Stichting Onderwijs EBG een onderdeel van het hele onderwijs. En hier praten we over zaken die fundamenteel een stuk verbetering nodig hebben. We praten over inderdaad hoe kunnen we leerkrachten zo toerusten dat ze veel beter richting een leerling gestuurd aan het werk gaan. Karel Breeveld, doe-parlementariër. Hij sprak vanmorgen bij de start van de 9e Moravian Teachers Day. Gedurende 2 dagen zullen leerkrachten deelnemen aan verschillende workshops die hen moeten voorbereiden op de start van het nieuwe schooljaar. De 2-daagse MTD is vandaag gestart in het FHR-gebouw.